Jokers en IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van GTA 3. En we gaan eens even kijken als we dit keer weer hebben kunnen saven. Kijk, we hebben een ambu. En let's do it. Ik kan het niet te lang weer hangen op deze missie, als het gewoon niet lukt. Schiet ik me weg gewoon weer doorheen. Klaas op. Nee. Schreden ga uit. Zo. Oh ja, wacht, hier hebben we een ambu neesje. Ik ga de body armor halen, dat is misschien wel handig. Dat is weer gewoon zo. Out of all your own defense is. Hoppa. Dit erbij. Oké, dan kan maar niet op gaan schieten. De politie is al vervelend genoeg in deze stad. Gaan we dan weer. Kaatgeven. Wat een mooie echo trouwens. Voor deze tijd dat deze game ooit uitkwam was het echt... Oké. Okay. I am dead. Wasted. Ik heb geen zin om echt al die wapens opnieuw te halen die ik nu heb. Ik heb een keer de wereld op mijn front gegaan om alle wapens te halen. Dus... Ik ga ze gewoon even incheaten, want anders duurt het gewoon echt weer te lang voordat ik echt alles weer heb. Deze kant op. Nou, gaan we helemaal terugrijden naar R. Die moeder, heel kijk dit voor elkaar. Gewoon redden met water in donderen. Echt hoe? Hoe? Ik speel dus maar een klein stukje in deze game, daar niet van. Alsnog, het is best wel vervelend. Deze kant op. Dan moet ik hier zijn. Ja, hier zijn we er. Oké, missie starten. Skippen. Loading screen. En weer verder. Een probleem waar, er is gewoon helemaal niks gebeurd ondertussen tijd. Voor een ambulance langs lopen. Mooi dat de lampjes knippen die niet lampjes zijn. Nee, we gaan niet nog een keer hetzelfde doen, Ido. Nee. Mod I can. Kijk niet hier weer naar beneden, ergens onderen. Maar hij was uit hier. Precies in het hoekje hier. Nee, hier niet. Hoor ik er weer bijna. Dat is het verkeerde kant. Nou, ik moet hier naartoe. Hoppa. Het is wel een goede uitgang gevonden van het ziekenhuis. Dus ik ga hem nooit vinden. Hier naartoe. Hier nog gewoon de zut een beetje blokkeert. Ervaring van de vorige keer. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Kijk, daar is ook iets wat ik nodig heel leuk wil hebben. Oh, dit is een flamethrower. Hoppa, die is dood. You're going to be sorry, you big tough Yankee boy. You're going to be sorry, you big tough Yankee boy. You move it. Attack. You big tough Yankee boy. There's no problem. Oh, dood. You want the chainsaw, gringo? You're gonna be sorry. Oh my god, waar kom jij dan denken vandaan? Oké, toen was ik dood. Mission failed. Nou, alle wapens heb ik in ieder geval weer. Die ik net ook had.
Gaan die rijden. Dus kunnen ze ook shotguns hebben. Dat is wel heel goed om te weten. Shotguns zijn best wel opgebouwd eigenlijk. Waarom? Ik mag wat te veel herrie volgens mij. Ja, nee, dat heeft nut. Dat precies op elkaar zo stil te gaan staan. Een ambulance langs rijdt. Oh my god. Oké, achter zit ik op de weg. Er zit een politieagent achter mij of zo. Of brandweer. Die sirenes aan hebben. Dan moeten ze er langs. Dan doen de mensen aan ze stilstaan midden op een kruising. Dus, probleem 1. Hele verkeer is ontregeld. Dus niks of niemand kan er meer langs. Zoals de politie en de ambulance en de brandweer niet. Watch it. Dus, en de aankomende minuten blijft het verkeer vaststaan. Nu vanwege dat dus. Het allemaal effect op elkaar. Dan hebben die gasten gewoon zelf niet in de gaten. En dan is puur omdat we gewoon het groen licht door kunnen, het groen licht nog kunnen pakken. Dat is een rood licht of oranje. Dat is echt letterlijk de enige reden waarom ze dat doen. Maar ja, ze hebben het ook niet in de gaten. Als ze dat doen, zijn ze veel langer aan het wezen. Want mensen kunnen nog veel hogere boete krijgen. Want die wordt gewoon het verkeer verhinderen. En je hebt flink in voorrang aan het voertuig met zwaailoek. Bij zwaar staat hier pas. Kill me. Zeg, reisarts hebben die auto's ook. Waarom de actually fuck ik daar dood? Just why? Lijkt me nog steeds af. Nou, nog een poging. Driving. Ik ben niet krijgen hier. Hier langs. Oh, jammer dat ik deze game niet eens kan zwemmen. Dat vind ik ook wel jammer. Even kijken, hier een atmosfeer. Ook mooie pixelated trees. Deze kan goed trouwens zijn. Oké, okay, 1 damage. Check. Nog een poging. Waarom loop jij eigenlijk tegen mijn ambulance aan te slaan? Ik denk jouw auto aan te slaan. Die kan daar natuurlijk niet op. Nee, ik ben geen loser. Ik rijd hier gewoon met mijn handen. Ik ben blij dat hij mensen kan helpen. Als wat aan de hand is. Die heeft mij niet. Jij zou me gewoon laten liggen. Ambulance weer aangestuurd. Er is in die zenders precies net bij een tank geraakt hebben misschien. Hier naartoe. Misschien gewoon de trein even blokkeren. Nee, dat vind ik niet handig. Misschien moet ze meteen vluchten. Oké. Okay. Dan gaan we weer. Nog een poging. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Oké, okay, dus eerst kunnen we mijn rocket launch weer pakken. Om die auto's weg te schieten. Shotgun. Auw. Die van twee is was overkant tegelijk. Oké, okay, blaas mezelf op.
gaan we nog een poging. Het zou dan niet zo moeilijk moeten zijn, zou je eigenlijk zeggen. Maar het schermen van mij dus wel. Oh, we kunnen zo'n mooie dingen maken. Echt een aiming in deze game. Zo raar. Ik kan eigenlijk gewoon niet wegschieten eigenlijk. Alleen met de sniper. Echt nog verder, dat is heel raar. Ik heb ook maar een heel klein scheidstukje rijden en dat park is zo enorm om er niet te rijden. Zo enorm. Yo, what's up? Hey, Dookies. Push our bond. Arms. Oké, daar gaan we weer. Get in! Car. Flop. Ik wacht van rechts voor jou. Gaat hier dan. Nee, ik heb er niet uit. Ik heb een land. Respectloos. Eerst lichten. Er zijn nog mietjes. Rood licht. Doe het niet aan. Wie jij dan? Ik wil gewoon Nederland doen, binnen ongeluk. Oké, het zag er heel raar trippy uit met die ledjes. Oké, eerst komen we voet eruit en daarna pas de rest. Great phone to headbutt. I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here in a minute. Ik kan zo er wel een cheat op zoeken voor de tank. Kijk, maar dan kijk ik gewoon niet in. Dus ik heb best wel een problem. We moeten komen nu. Every moment. There you got him. You big dumb Yankee boy, gringo. Oh ja, schiet even met z'n tweeën. You big top Yankee boy. You're going to be sorry. You big top Yankee boy. Oh god. You're going to be sorry. You play man, eh? No, ik ben bezig. I'm going to kill you. Bro, you move big. Come on, hè? I risk, eh, gringo. I'm going to kill you. We got a 10 Northwest Rockford. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Go back and check on Pill. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. Oh, dit is maar één arm. Mission passed. Woehoe. Jongens, we hebben er nog wat nuttigs gedaan deze missie. Een keer. Ik heb ze proberen om die al te krijgen. Op zich best wel handig. We hebben nog maar 1 HP. Dat is echt maar 1 tikje. Ik ben dood. Yes. Ah, plat. Ik schuld dat de ziekenhuis best wel dat kwijt hier is. Alleen ik heb wel een hoog verwacht. I gotta go on vacation. Okay. Ik denk ook echt wat de nauwe nood moet. Run, baby, run, baby, run. Beep.
Ik ga nog snel even healen. Ik ga straks snel doorrijden naar R, even snel de game save en dan zie ik jullie de volgende keer terug. Tot dan!